allemaal en welkom bij de finale van Poly Bridge 3, motherfuckers. Vandaag gaan we het allerlaatste level spelen van heel de game, tot nu toe dan. We hebben geen enkele andere wereld. We hebben wel misschien weeklies, maar dat boeit me geen reet. Dus wij gaan beginnen aan FR13 Around the World Tube. De monster flipper is terug. We hebben roads, wood, steel, rope, cable en springs. De monster flipper heeft een derde wiel. En hij moet basically gewoon doorrijden zo. Maar op een gegeven moment, ja, dan kan hij niet verder. Dus moeten we een tweede weg geven hierboven. Elke keer zo bla bla bla. Zodat hij naar de checkpoint kan gaan. Hier ook een weg geven. Vervolgens hier weer terug kan rijden naar de vlag. Heb ik hier zin in? Nee. Ik heb een idee. Als we dat dan, hè. Pakken. Kopiëren. Het exact 45 graden draaien. Of 90. Moet hier ook die andere weg komen. Dus dan kunnen we nu deze shape pakken. En hem zo goed mogelijk hopen te laten draaien. Dat wordt het lastigste. Doen we met road. En... Oeh, dat wordt echt lastig. Ik gok op dit. Oké, nee, ik denk niet dat ik een goeie had. Ik heb geen goeie. Ik zag het al. Ik heb meer vertrouwen over dit gedeelte. Nou, dan gaan we dat kopiëren. Nu wel. Naar de bovenkant. Dan kopiëren we dit hele gebied straks pas naar de andere kant. Wanneer we weten dat die kant goed zit. Ja. Nou, dit wordt geweldig. Oké, ik heb dit. Laten we dat eens eventjes testen. laten we dat ook eventjes naar boven kopiëren dan, want... tada! Nou, hoe staat dat? Eens even kijken. Oh, nou! Dat is bijna eigenlijk wel goed, alleen hier... Of hij is te diep, of hij is niet te breed, zeg maar. Ik weet niet, moet hij hier juist sterker of moet hij hier juist minder sterk? Dat is een beetje lastig om hier te bepalen. Moet hij weg... Oh, shit. Oké, daar ging het mis. Dus daar ging het mis. Oh, daar ging het ook mis. Je zou zeggen dat hij daar wel op zich omhoog kan rijden. Doen we dit iets meer naar boven. Ja! Oh, hij komt verder. Dan moet hij hier ook iets meer. Misschien moet dat deze... Oh, wat daar kunnen we gedaan? Oké, deze. Misschien moet deze allemaal net iets meer omhoog, omdat hij net dat andere kutwiel gebruikt. Lijkt te werken tot aan daar. Waarom werk je niet? Moet hij omhoog? Ik heb geen idee. Moet hij omhoog? Moet hij misschien niet iets lager? Als hij omhoog bedoel ik naar de auto toe en omlaag bedoel ik juist... Oh! Oké, moet allemaal een beetje omlaag. Allemaal een beetje laag. Mijn reactie was te overdreven. Het spijt me ervoor. Kom on. Oh, waarom breekt hij af? Waar breekt hij af? Letterlijk deze. Kun je wel een extra verstevering gebruiken, denk ik. Eens even kijken. Oh my god, nu gaat die. Nou, dat was te verwachten eigenlijk. Kijk, op een gegeven moment dan wordt die... Oh, wordt te zwaar, denk ik. Nu is het hier. Ja, hé, hey, balls. Oké, is hier dan toch iets te dik? Of is hij dan toch iets te hoog? Moet hij toch iets lager? Ik heb geen idee. Ja. Ah. Ik heb mijn hoogtepunt bereikt, denk ik. Kom op. Ah, oh, weer. Val eens even af, auto. Kom op, man. Oh, dat wiel rijdt gewoon weg. Oké, we hebben misschien een extra verstevering nodig vanuit haar of zo. Kunnen we het proberen? Zo, en ineens dat hij die klap verkrijgt gewoon. Dat is echt heel gek. Ja? Nee. Komt dat dan omdat dat dan toch te dik is? Of te dun? Of weet ik veel? Ja, het wiel ontsnapt. Het wiel ontsnapt omdat het hier juist te dun is. Te dik. Te dun. Te breed. Ik snap niet waarom je daar niet door wil rijden. Je bent gewoon echt een bielautootje. Oh, zitten we weer een beetje verder. Oké, dan gaan we deze een pixel omlaag doen. En dat blijf ik dan doen. Totdat hij werkt. En nou gaan we ineens verder omlaag. Oh, nou. Nou, ik voeg hier even een road toe. Ik weet niet waarom, maar ik doe het. Zo'n slecht idee was dat. Echt zo'n slecht idee. Elke keer daar, hè. Daar breek je af. Daar ben je gewoon helemaal van... Why can't you just work, you piece of shit? Copy and paste letterlijk de hele ondergedeelte naar de bovengedeelte.
We zien hier verliest hij zijn auto. Of zijn band. Dus hier moet hij meer naar de kant toe. Laten we daarmee beginnen. Gewoon stap voor stap. Kom er dan fucking langs, jij zak. Wel, zeg gedag tegen deel 1. Ah. Nou, laten we eens even kijken of dit werkt. Tuurlijk werkt dat niet. Laten we dat even dan helemaal naar de bovenkant kopiëren. Waarom? Wat? Oh, misschien misten we die. Ja, die misten we. Oh my, what the fuck? Tuurlijk werkt dat niet. Je fucking meent het! Ik maak 1 keer iets met springs en het is ineens zo fucking smooth. Oh, ik heb letterlijk 20 minuten van mijn leven verspild. Nou oké, 5 minuten eraf dat ik dit gebouwd heb dan. Oh my god. God. Het feit dat we hier ook een weg moeten maken is fucking kut. Maar ja, hè, we doen het er maar mee. Nou, dat staat. Althans, ja. Nu? waarom deed ik dat? Nu moeten we hier even sowieso connectie maken, zodat dat allemaal oké is. Zo, en hier op zich ook wel. Want dan kunnen we dit pakken, kopiëren en een rechte weg maken. Ik zie trouwens dat we over budget zitten. Kut. We kunnen vast wel ergens shaven, maar ik weet nu nog niet hoe. Nou, hoe werkt dat? Eens even kijken. Gaat redelijk goed. Ja. Niet helemaal. Kan misschien komen dat dit helemaal geen support heeft. Kunnen we aanpassen en het geven. En dan kunnen we vast wel ergens wat hout plaatsen. Misschien hier tussen zo. Oh, wauw. Nee! Oké, daar fixen we dat straks wel even. Nu gaan we hier even wat hout tussen plaatsen. Want dat kunnen we zeker denk ik wel gebruiken. Maar ben ik bang gewoon niet echt genoeg om te compenseren voor het budget. Eens even kijken. Belangen na nog niet. Stress is het nu ook minder, nu we dat hout hebben toegevoegd. En... oh, wauw, dat was hem bijna. Iets meer zo. Misschien 1 spring toevoegen is toch al goedkoper. Dus hier en daar kan er wel een spring. En dan voor de rest misschien gewoon dat ik hout. Oké, eens even kijken. Moeten daar dan nog 7k shaven? Dat is een behoorlijk bedrag. Maar als dit werkt, dan... oké, dat is niet... nee. Oeh, oké, jij breekt af. Dat vind ik een unfortunate. Maar we kunnen hem een wood muscle geven in zijn leven. We 8k, 762 om te shaven. Het is een behoorlijk bedrag. Maar wat is geen behoorlijk... nee, natuurlijk breek jij af. Maar ja, wat is geen behoorlijk bedrag in dit grote bedrag in totaal? Want jullie kunnen nog wel hout worden, denk ik. En misschien hier gewoon tussenin. Dat is denk ik wel nutteloos. Oeh, ik heb denk ik wel het idee om dat te shaven. Oh my god. We hebben hem. Maar ik heb een idee om dit te shaven. Dat wordt hout. Werkt dat? Dat werkt tot nu toe wel. Dan jij hout. Jij ook hout. Ik zei jij ook hout. Hebben we 5k nog op te shaven. Is een behoorlijk mooi bedrag. Alleen dat... oh, daar vond ik niet zo leuk. Nou! Ik dacht eraan om dan deze staaltjes hier weg te halen. Ondanks dat, dat ik zo al... oké, wat? Oké, waar had ik nou net? Oeh, wacht. Ja, dat maak ik zo. Jij wordt hout. Of staal, bedoel ik. Ik heb nog 4k om weg te halen en dat doe je. Oh, trouwens. Moet jij wel een... moet jij wel bestaan? Gewoon eens, moet dat wel bestaan? Nee! Why? Kun je ook gewoon weggaan, trouwens. Kun jij ook gewoon weggaan? Natuurlijk niet. Waarom breek jij af? Ik snap er helemaal niks van. Oh, ik snapte het wel. Aangezien jij ik snap echt niet waarom dat ineens aangepast is. Ik heb er helemaal niks aan veranderd. Waarom? Waarom breek jij af? Oké, wall brace. Het is met hout, dus het is heel goedkoop. Maar het kan een verschil maken. Ik haal trouwens jij hier ook weg. Of alleen maar 805k. Ik bedoel $805 weg te halen. En dan breekt fucking heel de ding af. Echt, wat de actual thing. Nou, wil jij maar terug staal? Jij ook, want dat is geen niet te helpen. En jij gaat weg. We zitten wel alsnog op een heel mooi bedrag.
Ik me voel beter. En... ja, 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 ja. Oké, nu wordt het spannend. Kan jij weg? Oké. Qua symmetrie moet die ook al weg, hè? Kom op. Heb ik dit in een half uur totaal gedaan? Jij f***. Oké, dan plas ik jou terug daar. Oeh. Oké. Nee! Oké, dan terug. Dan gaan we iets anders weghalen. Jij. Ah. Ja. Ik denk niet dat dat zo'n nuttige connectie was. Why in God's name? Nou, dan doe jij maar iets meer uitbreiden. Iets meer naar de weg toe of zo, dat het geen knikkie is. Het is een knikje. Het is een knikje. Waarom? Hij zit daar vast, hè? Ja, hij zat daar. Oh, hij zat daardoor vast. Oeh, wat een geniepige kudding ben jij. Oei. Nu ik deze hoger heb gemaakt, moet ik deze ook hoger maken. Jij f... Kijk, kom op. Ja. You can... Forgotten Realm volbracht! We hebben het gedaan! We hebben Polybridge 3 uitgespeeld! Waarom krijg je dat fastboot voor dat? Achievement! Hier! We hebben alles gedaan! Behalve sommige dingen, maar... Wauw! We hebben het gedaan! We hebben het spel uitgespeeld! Fuck yeah! Oké, nu we onze aflevering niet zo heel veel hebben gedaan, wil ik even kijken of we wat achievements kunnen halen. Sharing is caring. Share a replay to gallery. Nou, dat gaan we eens even doen. Van deze. Dit vind ik een mooi beeld. Wow, dit is cool. Share replay. Tada! Oké, wat moeten we nu dan nog doen? Speedrunner. Complete classic rock in 5 minutes or less without loading saves. Wat? And beat a level in Desert Springs without using springs. Oké, dat gaan we eens even proberen. Desert Springs without springs. Welke? Nou, dan gaan we deze eens proberen. Deze lijkt me oké te doen zonder... Oh my... hij werkt niet meer. Excuse me, wat? Load bridge. Autosave, wacht. Lower stress, ja. Is dit degene die werkt? Hè? Waarom werkt hij niet meer? Oh, this save was made in the previous version of the physics engine. May change. Ah, vandaar. Dat is wel balen. Moet ik dit level ook nog aan gaan passen? Wat is dit nou weer? Wauw, oké. Dan gaan we dit level zeker niet nog een keer doen. Het werkt niet eens meer. Al deze levels zijn gewoon... broke. Wauw, alle fucking levels werken niet meer van deze fucking wereld. Dat is echt een bummer. Oh my god, het is fucking helemaal veranderd. Dat is zo naaiend. Mijn allerbeste wereld was deze wereld. En het werkt gewoon niet meer. Jij fucking... Oh man. Oh, dat vind ik echt zo jammer. Nou, zeker dat ik niet meer terug ga komen in deze fucking wereld, want... Oh, nee. Oh, je... Ik wil deze gewoon puur afmaken, omdat ik hem eerder heb gehaald. Fucking man. Ja! Oh, ik heb hem weer. Oh my god. Hoeveel sta ik nu? Top 1%. Oh my god. Geweldig. Oh yeah. Let's go. Dat is echt fucking goed. Kan deze zonder springs? Nah, nee toch. Ik moet heel die auto opvangen. Wauw, deze brug is ook helemaal genoeg. Oh my god, dit is toch niet te geloven. Weet je hoe lang ik hier aan heb besteed, Polybridge? Oh, dat is zo fucking... fucking... Oh, dat is zo balen. Deze heeft zo lang gewerkt. Nou ja, ik denk deze. Totaal niet. Nou, deze is misschien mogelijk, maar ik heb ook geen idee of dat kan. En dat is misschien trouwens wel waar, dat ik dit level kan halen zonder springs te gebruiken. Omdat ik geen springs gebruik hier. Oké, ik heb er één. Nee, Brecht. Is dat serieus een ding dat hij diegene meetelt die ik niet heb geplaatst? Ja, dat is toch echt een fucking debiel. Oh my god. Het enige level wat ik zie werken is dit level, maar...
Hij klapt er meteen al letterlijk op. Nou, ik ga het toch maar proberen. Want misschien is het juist het ding dat dit springs zijn, dat het juist het lastige maakt. Nou, eens even kijken. Wat is dit uitslag hier? Wauw, echt druk. Ik dacht ook, dit is de makkelijkste van de twee om te halen, de advancements. Maar jemine, dat heb ik zeker echt fout gehad. Fuck jou! Je kan nog langer, toch? Ja. Langer kan hij niet, dus dat is vervelend. Gaan we blijven muscles toevoegen totdat het niet meer kan. Oké, nu is het... Oké, dit zou misschien kunnen. Ik haal die dan weg. Heel misschien. Nee, want we missen echt die. Ik kan daar misschien wel eens veranderen dan. Nee, al breek jij af. Breek jij toch af? Kinda fucky. En dan maken we hiervan twee muscles aan elkaar. Hier zo, hoppakee. Ik zit gewoon aan te passen totdat het op een muscle lijkt. Geweldig, zou moeten werken. Zo dichtbij. Ja, maar het is ook echt zo'n fucking zware auto. Oké, ik breng hem iets meer terug in. Voor mijn gevoel deed dat wat. Oké, dan gaan we eentje omhoog. Oh! Hij brak de brug minder af dan ik überhaupt had verwacht. Dat is een heel positief iets. Oh my fucking god. Wacht, kan ik het trouwens ook gewoon halen en dat het gewoon afbreekt? Haal hem! Ja! Het hoeft niet onder budget natuurlijk! Oh my god, yes! Oké. Zet de timelapse maar aan. Want we gaan de allerlaatste advancement halen. Speedrunner. Complete classic rock in 5 minutes or less without loading saves. Wat is dit, joh? Fuck, de tutorial die telt mee. Oh my god. Oké, de tutorial telt. Vooruit. Fuck, het moet waarschijnlijk ook onder budget en oh my god. Oké, 5 minuten zijn belangen na niet. Kort, heb ik het idee. Dus ik ga het nog één keer en een allerlaatste keer proberen. Wat? Hallo, ik heb 5 minuten gedaan. Oké. Het moet waarschijnlijk zonder die snelle snelheid. Dus die moet op 5 staan. Yep, oké. Zo schuin.
zitten bijna op de helft van de tijd. Kom aan, hij gaat door dus. Maar ik ben trots aan het leven. Ik eindelijk iets heb bereikt. Dat ik Polybri is 100% heb uitgespeeld. Oh my god. Hey, terug. What the fuck is dat begin? Heb ik hem? Nee. Ik heb tijd over. Kom aan. Yes! Ik had zulke trillende handen. Ik heb Polybridge 3 uitgespeeld. Yes! Let's go! Oh, met fucking meer dan een anderhalf minuut over. Geweldig! We hebben de game uitgespeeld! Oh, let's go! Complete, incomplete, geen enkele. We hebben fucking heel Polybridge 3 uitgespeeld!